Yes mensen, welkom bij weer een nieuwe aflevering Magneetvissen. En het is alweer gezellig, je hoort alweer, Jan lacht alweer, die lacht zijn eigen dood. Ik heb mijn aanhanger weer bij me, dus we gaan weer proberen om hem af te vullen vandaag. En we zijn nou wel even bezig, maar wat halen we er nu uit? Ja, heel gaaf weer. Kijk maar even mee. Kijk maar eens eventjes mee. It's in the bag. It's in the bag. Super dik, een kluis. Ja, en hij kwam echt van ver, ongeveer 6 meter uit de kant gewoon weer. En we gaan nou eens even kijken wat erin zit. Oh, hij is leeg. Is hij leeg? Nou, ik zie van allemaal kistjes, portemonneetje, of niet? Of is het een... Hé, wat is dit? Dit is wel een kistje, Jan. Hey. Wat is dit voor een logo? Staat hier nog een tekst op? Maar dat kunnen we niet zo goed meer lezen. Zo meteen even schoonmaken. Mooi kistje. Mooi kistje, alles is leeg. Zo, wat is dat voor een kistje? Technomarine. Technomarine. Helemaal gestoffeerd en alles. Die jongen. Technomarine. Citizen. Nou, dat is een horlogemerk toch? Citizen, of niet? Verder alleen maar bagger? Alleen maar bagger. Maar misschien in de tas zelf nog. Dat kan ook nog, dat er wat is uitgevallen. We moeten eventjes alles goed nakijken. Ik was dat weer allemaal hier. Ik snap ook waarom. Hey, ik hoor wat. Een muntje. Er rinkelt een muntje, of niet? Dan gaan we zo kijken. En dat is een clipje. En nog een riem. Een riem. Ik heb het idee dat die leeg is. Een riem van... Replay. Replay. Dat is wel een duur merk, toch? Nee? Ja, oh, ik zie een muntje. Hey, ja. Kijk eens. Oh, dit... Juliana, koningin Juliana. En welk jaartal, als we heel veel mazzel hebben, is die nog? Nee, net te laat denk ik, 1968. We gaan even kijken bij de magneet, maar ik denk dat het dan net nog geen zilver meer is. Dat het nikkel is. Daar komen we nu gelijk even achter. Kijk maar even, ja, hij is van nikkel. Dat is jammer. Nee, net te laat, een jaartje. Oh, hier nog een munt. Nog een munt? Ja. Ook van Juliana of Beatrix? Dit is Beatrix. Koningin Beatrix, 1999. Ja, toch leuk, toch leuk. Zeker. Is toch leuk. Wat heb je daar? Een pasje. Technomarine, garantiebewijs. Nou, meer leeg. Een garantiebewijs. Wat is dit? Een garantiebewijs van? 2 jaar na datum. Ja, redelijk. Net pistool ingeleverd door de politie. Ja. Nou, zo meteen even kijken. Gedoken, oké. Okay. Oh, zo. Even kijken hoor. Ja, hier, ik dacht ook al ijzer, dus dat is ook al mee bezig vissen, maar toch trekken we nog een kluis eruit. Ja. Nou, een beetje in het midden. Dat moet je wel kunnen vinden. Nou, dat is echt helemaal leeg. Ja toch? Dat zijn leuke dingen. Nou ja, best leuk. Ja. Super dik, Jan. Portemonneetje met geld. Ja, zeg maar muntjes en zo. Ja, hè? Ja, voor mij wel. Muntjes. Spannend, 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 spannend. Wat zit erin? Guldertjes, eurotjes. Eurotjes, zo te zien, geloof ik. Hè? Oh, en niet zo slecht ook. Of is het van alles wat? Van alles wat of zo. Dat zie je ook vaak, hè? Dat het allemaal nationaliteiten zijn. Ja. Maar wel weer een dikke buit. Ja, een dikke buit.
Lekker hoor. Voor mij buitenlandse buit. Dit is Belgisch volgens mij. Ja? Dit is Belgisch geloof ik aan die vorm te zien. Ja, Belgische francs. Oké. Okay. Ja, Belgique staat erop. Oké. Okay. Belgisch. Belgisch, leuk. Jij bent goed bezig. Ja. Top man. Op naar meer. Op naar meer. Wat heb je Jan? Een Nokiaatje. Een Clanny Telly. Een Clanny Telly. Leuk. Mooi. 50 cent hè, voor de recycling. Ja. Ja, lekker hoor. Nou hebben we dat al vaak meegemaakt, scooters en brommers eruit. Maar het blijft toch fascinerend. Hier alweer een tweede scooter op deze locatie. Kijk eens. Bizar weer hoor. En wat voor type is dit? Denk een Speedfight. Een Speedfight. Een Peugeot. Peugeot. Ja, ik zie het Peugeot teken al hier zo. Hier ook. Ja, Peugeot. Hier ook. Ja, 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 ja. En de andere scooter? Dat was een Zip geloof ik, hè? Kijk, hier ligt gewoon nog een scooter. En dit is geloof ik een Zip. Oh, een Sim. Kijk. Ja, het is weer ongelooflijk. Ja, bizar. Weer twee scooters. De kreeft mag natuurlijk niet ontbreken, maat. Nee, die gaan we netjes terug. Ja, die komen we vaak tegen. Zit altijd nog ergens verstopt in een kluis in een hoekje of zo. Ja, palen, scooters, alles. Ja, ja, lekker man. Nou, we hebben de aanhanger alweer lekker opgeladen. Een paar scooters. Slecht voetpad, verkeerspaal. Ja, nog wat oude stukken bind. Motorblokje los. Ja, dat gaat wel weer lekker. Dus het ruimt alweer lekker op zo. Een paar steigerbuizen, ik had ze nog door de midden geslepen. Een stuk bind ook weer hier. Dus weer een lekker gewichtje. Het ruimt lekker op. Hé, staan we nou ineens heel ergens anders? Ja, jullie zien het goed. We zijn weer even op een andere locatie, andere dag en in de avonduurtjes. Hier gooi ik nou even voor het eerst in. En ik haal deze te gekke step er weer uit. Step hem erin. Nou, vanavond maar niet hè. En er was hier al een keer iemand geweest zo te zien. Ja, een buspaal met de tegel. Dus ja, wel een goede voor de kilo's. We gaan het zo meteen opruimen, want ik heb toch ook weer mijn aanhanger bij me. Kijk eens, daar staat hij. Elbert is er ook bij. Yo. Morgen Elbert. Goedenavond. Dus we gaan eens even kijken wat er hier uitkomt. Nou ja, de eerste gave van ons is er in ieder geval al uit. Dus sowieso leuk. Ja, beste kijkers. Ik heb nog een appeltje met veel van jullie te schillen. Want ik zie dat veel mensen nog niet geabonneerd zijn. Dus druk op die abonneerknop. Zet het belletje erbij aan. En dan zien jullie de gave avonturen. En dan zien jullie ook hoe ik dit te gek mes vind. Heb jij nou gewoon een gun gevonden? Ik denk van niet. Omdat het redelijk op een klappertjespistool lijkt. Ja, maar je weet het niet. Je weet het nooit. Oké, even zonder gein. Wij zeggen er ook eerlijk bij. Wij zijn geen wapenkenners. Dus daarom vragen we advies van jullie. Zou dit nou een echt wapen zijn? En zo ja, welk type? We zien hier inderdaad drie punten. Ja, maar dit moet je wegdenken. Dit ja? Is geroes. Ja. Maar dit, misschien moet je even een close-up doen hiermee. En het ijzer is gewoon echt massief. Dus het voelt echt ook zwaar en sterk aan. En degelijk. Ja, maar dit is ook gewoon een redelijk goede trekker. Ja, hè? Ja. Maar nou, misschien kunnen we het loskrijgen of zo. En als je er zo, je kan inderdaad, jij hebt hem schoongemaakt. Ja, ja. Is goed. Gewoon, dit ziet gewoon redelijk. Ja. Ik twijfel, het is te zwaar. Ja, nou ja. Daarom, we vragen het advies van de kijkers. Ben reuze benieuwd. Ja, jullie zien ongeveer wel hoe groot het is natuurlijk in verhouding met mijn hand. Even kijken. Mm-hmm. Hebben we nog vergelijkingsmateriaal? Nou ja, kijk. Dit is een beetje de dikte van van het bankje, van het plank. Zo kan je het een beetje zien. Ja. Oké. Okay. Ben benieuwd. Yes. Oké. Okay. Ja, helaas zijn we alweer bij het einde gekomen van deze video. En vond jij dit nou een te gekke video? Dan weet je wat je kan en mag doen. Voel je vrij om te abonneren. En ja, kijk maar weer eens eventjes hierachter. We hebben het weer netjes opgeruimd.
ik heb er toch heel veel schik in dat wij dat gewoon nou netjes achter kunnen laten en netjes kunnen werken. Zonder boze buren, ja. En, de buurtbewoners moeten toch op de afval kijken die wij eruit halen. En ja. Dan, ja. En het is kun je dit goed meenemen? Het is hartstikke makkelijk, die aanhanger die rolt er toch wel achteraan. Dus ja, waarom niet? Dus helemaal super en we houden nog een centje over. Nou, was een gezellig dagje, Albert. Zeker, ja. Weinig vondsten, maar toch een leuk klappertjespistool. Ja. Ja, jij hebt een toppertje. Ja. Dus, nou ja, leuk. Goed mensen, tot snel, tot de volgende keer. Tot later. Ziens.